De Surinaamse luchtvaartmaatschappij NV zal in 2024 het vertrouwen van het reizend publiek blijven herwinnen. SLM-waarnemend directeur Steven Gonesh is tevreden met de behaalde resultaten, omdat het voor niemand makkelijk was. De SLM wil zichzelf niet tekort doen door aan te geven dat zij niet tevreden is. Naast het herwinnen van het vertrouwen van het reizend publiek is Gonesh trots op het feit dat de SLM overal wordt ontvangen. In mijn functie als waarnemend CEO dat we alle zeilen hebben bijgezet om te doen wat we hebben beloofd. En te zeggen van kijk, we gaan SLM brengen naar beter vaarwater, om het zo te zeggen. En we zijn er redelijk goed in geslaagd. Ik kan u aangeven dat we behalve dat we de vliegtuigen hebben binnengehaald, het vertrouwen aan het herwinnen zijn van het reizend publiek, dat wij overal waar wij nu komen eigenlijk bijna met open armen worden ontvangen als het gaat om het willen zaken doen met de SLM, het willen gebruik maken van de diensten van de SLM. En ook dat er landen zo ver gaan dat ze ons er vragen om meer te doen vanuit hun respectievelijke omgeving. En dat stemt ons goed, want uiteindelijk als je zo'n slecht bedrijf bent en was, dan staat men ook niet te springen om jou binnen te halen en om jou aan te bieden om meer te doen vanuit hun station. Dus ik ben daar trots op. Ik denk dat de SLM en de SLM'ers, maar ook Suriname, daar een goede beurt heeft gemaakt. In de zin dat wij ons goed profileren. In 2024 wil de SLM doorgaan met het herstellen van de organisatie. En daarbij ook werken aan versterking van de interne organisatie, meent Gonesh. Dat betekent dat wij op key posities natuurlijk wat invulling behoeven. Dat is ook deel van de evaluatie die wij continu ook doormaken hier. Dat wij zien dat er wat zaken die wij op de stations nog willen realiseren, dat we dat ook moeten doen. Maar ook dat we continu verder blijven werken aan het versterken van de organisatie zoals ik dat zei, maar ook kijken naar verdere uitbreidingsmogelijkheden. Omdat het hebben van vliegtuigen is één. Het goed inzetten van de vliegtuigen is nog belangrijker, omdat je daardoor ook natuurlijk positief rendement uit wil halen. En natuurlijk ook daardoor verder kan gaan groeien als organisatie en als luchtvaartmaatschappij. Ik kijk uit naar 2024 en ik kijk naar een bijzonder jaar ook voor ons, omdat ook wij onze certificeringen verder willen voortzetten die wij binnen willen halen als bedrijf. Maar ook natuurlijk de vleugels verder uitslaan. De SLM-directeur is trots op de werknemers die het afgelopen jaar hun schouders onder het werk hebben gezet. Hij blijft rekenen op de samenwerking van de medewerkers en ook op de samenleving om de SLM te waarderen.